We zijn allemaal op het podium en daarom hebben we het eerlijk verdeeld per groep. Ik zou willen vragen of Mariska van groep 1 en 2 naar voren kan komen. Dit is Mariska. Dag Mariska. Ja, goed kunnen zien. En dan van groep 3, Romee. Van groep 4, Alissa. Van groep 5, Tycho. Hallo. Dan op groep 6, Gwenda. Hallo. Dat jullie in Lumpen deze naam allemaal kunnen verzinnen, dat is niet te geloven. Dat was vroeger Alba Sjaan en Jan en Henk. En nu is het Romee, Alissa, Tycho, Gwenda. Maar gelukkig, er zijn ook wat minder originele ouders. Daar kom jij eens naar boven. Graag gedaan. En voor groep 8, Lars. En is jullie directeur, de heer Van Zon, ook aanwezig? Waar staat u? Nou, mag ik even hier komen? Meneer Van de Zon is directeur. Zijn jij moet zijn. De school hier aanwezig? Ja, in de handen maar omhoog. Oké, heel goed. Welkom. Die pluimers is ook voor jullie, hè? Dat meneer Van de Zon. Ja, dat had ik niet op gerekend, hè? Nee. Maar u kunt dus beter vertellen waarom u vindt dat de kinderen die pluimen hebben die als even voorlezen. Ja, dat is voor mij op dit moment te veel eer. Want we zijn niet een actie verlegen, hè? Want ik zit van Joker. Van Joker, kom er eens. Dag, juffrouw Joker. Dat is de hartsvriendin van Geeske Telgen, heb ik begrepen. Maar vertel u nou waarom zij het moet vertellen? Nou, omdat juffrouw Joker die gaat 4 keer per jaar met kinderen uit groep 1 tot en met 8 naar woon- en zorgcentrum Boshoort. Waar mensen in een levensfase zijn gekomen waar ze wat meer hulp nodig hebben. En vanuit school, groep 1 tot en met 8, dat zijn de kinderen die de toekomst hebben, zeggen we. En wij vinden het als school heel erg belangrijk dat de kinderen in contact komen met deze mensen. En op de achtergrond zit hier een foto. Zie je een foto? Niet meer. Daar is de foto. Daar is de foto. En daar zie je dat wanneer die kinderen daar zijn, dan ontwikkelen ze activiteiten met de bewoners. Die zijn soms gekoppeld aan het thema. Die zijn steeds gekoppeld aan het thema. Soms is het kerst, Pasen. En bijvoorbeeld in de zomer, dan gaan ze bijvoorbeeld spelletjes doen. En de bewoners, maar ook deze kinderen, die beleven daar heel erg veel plezier aan. En dat gebeurt onder leiding van juf Joker. Heb je daar nog wat aan toe te voegen, Joker? Kom op. Ja, ik wil toevoegen dat ik zo ontzettend trots ben op alle kinderen van de school. Want u zei net al, van dit is een vertegenwoordiging van elke groep. Maar je zit ook nog maar een deel van de school, de rest is gewoon thuis. En ik ben zo trots, want die kinderen gaan heel enthousiast altijd mee. En het is best spannend, dat kan ik u vertellen. Want de bewoners zijn erg oud en ze mankeren ook meestal al wat. Maar als je dan samen met de kinderen ervaart dat je ze een hele fijne ochtend, dat je lach op hun gezicht hebt gezien. En die mevrouw die u net met de kwast had, nou die had ruim 30 jaar geen kwast meer in de handen gehad. En dan daar toch uiteindelijk door de kinderen, want de kinderen die weten die anderen te motiveren, toch mee gaan doen. Ja, ik kom elke keer met kippenvel en ze voelen ook, ik praat ook altijd na hier met de kinderen, ook van tevoren trouwens dat ze aantreffen.
En dan vraag ik ook, jongens, wat voel je nou van binnen? Ja, dan worden ze stil. Ik denk dat ze hetzelfde voelen als ik voel. Nou, dan gaan we even kijken of dat zo is. Lars, je bent natuurlijk geselecteerd op een kippenvelgevoel. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik leuk. Ja, dat kan. Wat doe je dan met die oude mensen? Nou, toen ik er was, dan gingen we allemaal spelletjes doen. Zoals ringwerpen, sjoelen en allemaal van dat soort spelletjes. Dat vind je een heel nuttig werk. Ja, oudere mensen wel. En voor jezelf? Nou, voor mezelf vind ik het heel erg aan. Daan? Ja? Wat vind jij ervan? Ik vind het heel leuk om te doen. Ja, vind je leuk om te doen? Heb je ook spelletjes gedaan of heb je dan iets gedaan? Waar ging een paas zijn en schilderen? Jongen. Heb je ze geholpen? Ja. Kunnen die ze niet zo goed, denk ik, hè? Nee. Heb je nog een kaartje kunnen maken met ze? Nee. En daar? Dat ben jij, hè? Houd het op, hoe moet voor de rest allemaal leven? Zwem. Heb je het één keer gedaan of heb je het meerdere keer gedaan? Eén keer. En spelletje, wat voor spelletjes? Sjoelen en ringwerk. Ringwerk. Wat jij hebt nog nooit gedaan, zeg. Nee. Hallo? Ja. Tira of zo? Tycho. Tycho. Leuke naam, joh. En wat heb jij gedaan? Nou, ik weet het niet zo goed meer, want ik ben nog maar één keer geweest en dat was zo lang geleden. Daar hebben die oude mensen ook wat last van. En Alisa, wat heb jij gedaan? Toen ik er was, moesten we blaadjes inkleuren van de herfst. Oké, heel goed. Ik moet even kijken hoor. Rob mee. Ja. Wat heb jij gedaan? Weet je het nog? Nee. Ja. En Mariska, weet jij het nog wel? Ook niet. Jawel, je weet het nog wel. Ben je wel geweest? Ben. Ben je wel in die bejaarde geweest, of niet? Weet je niet wat je zegt. Nou, oké. Nou, goed. Joke. Zeg eens eerlijk, zijn die laatste twee al geweest? Er is daar zelfs de laatste keer 14 dagen geleden mee geweest. Die hebben we ook nog een keer. Dan weet je het weer. Mariska, de burgemeester een beetje de maling mee. Zou je dat nooit meer doen? Oké, geef ze een applaus.